De crisis die in 2008 uitbrak. Meer dan de helft van de beroepsgroep overleefde destijds de crisis niet. En de vraag is, hoe staat de architectuur er nu voor in Nederland? Het is allemaal te lezen in het jaarboek Architectuur in Nederland 2016-2017. En Tracy Metz is weer hier om daar met ons over te praten. Journalist, auteur en host van de talkshow Stadsleven. Welkom, goedemorgen. Tracy. Maakt het boek een beetje de balans op, moet je het zo zien? Want ze komen er ieder jaar mee. Ja, dit is alweer de 30ste. Het is echt een eerbiedwaardige traditie, mag je wel zeggen. En uitgaven van NAI 010 Publishers in Rotterdam. En die doen dat al 30 jaar. En het is heel goed om... Het is geen platte top 10 of zo, gelukkig. Met de mooiste gebouwen en de leukste initiatieven. Nee. Soms zijn het niet eens de mooiste, maar wel de interessantste. Met een reden, daar zijn essays bij geschreven. Het is echt een moment om de balans op te maken van... Wat zijn de thema's, hoe staat het vak ervoor... Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen? En het is een uitgave waar ik zelf altijd naar uitkijk. Want het is echt een moment van reflectie. En in dit geval is het zo... De architectuur is uit de crisis. Maar wel, maar niet ongeschonden, moet je het zo zien? Niet ongeschonden, nou, dat mag je wel zeggen. Architectuur is natuurlijk geen statisch iets. Nee. Het is onderworpen aan trends en ook natuurlijk aan de economie. En de crisis was wel een enorme realiteitscheck voor architecten. Want ze merkten dat... de buitenwereld hun vak niet per se zo relevant vonden als ze dat zelf vonden. Er waren mensen die zeiden, ja, architecten, dat zijn mooimakers en dus ook duurmakers. Ja, ja. Waar hebben we ze eigenlijk voor nodig? Je ziet ook dat de hele culturele infrastructuur rond de architectuur is veranderd. Het Nederlands Architectuurinstituut is herschapen in het nieuwe instituut. Ik vraag me altijd af hoe lang je nieuw blijft, maar dat zullen we wel zien. Of een paar jaar weer een andere naam. Ja, precies. Vermoedelijk. De stimuleringsfonds voor de architectuur is nu stimuleringsfonds voor de creatieve industrie. Dus je ziet ook in de politiek zie je de prioriteiten verschuiven. Ja. Maar het is dus inderdaad, zoals ik zei, een moment van bezinning geweest. Maar en zie je dat ook terug in initiatieven en projecten? Dat zie je zeker terug. Je ziet bijvoorbeeld dat er doordat die hele geëikte bouwkolom, zoals dat heet, van... gemeente, belegger, ontwikkelaar, dat door zijn hoeven zakte, was er ineens ruimte voor experimenten. En een van de projecten die in het jaarboek staat dit jaar, dat ik daar een heel goed voorbeeld van vind, is de wijk Oosterwold. Dat is een landelijke omgeving ten oosten van Almere. Mm-hmm. En de gemeente heeft daar een hoeveelheid grond gegeven om door de mensen zelf die daar gaan wonen te ontwikkelen. Ze leggen zelf de wegen aan. Echt waar? Ja, ja, dat gaat echt heel ver. Voor Nederland dat zo loslaten, ja. Dat is heel bijzonder. Maar dan en ze bouwen ze ook hun eigen huizen. Maar wel met een architectuur in de arm, neem ik dan aan. En dit project dat in het jaarboek staat is inderdaad gebouwd door een architectenbureau, een bureau SLA, maar samen met een begeleidingsbureau, bureau zaakmaker. En dat is een lang gebouw van 100 meter lang met 9 woningen erin. En ieder gezin ontwikkelt zijn eigen woning binnen die balk. Dus het is heel collectief en heel eigen tegelijk. In zo'n gebied met heel weinig regels. Dus alle experimenten met minder regelgeving in Amsterdam, in Nederland, die hebben altijd wel mijn extra belangstelling. En kunnen doorgang vinden als je kijkt naar dit resultaat. In ieder geval. Ja, er gebeurt tenminste iets. Ja. Ja. Is het dan ook, want dit is vooral gericht op wat er tijdens de crisis allemaal is gebeurd. Als je kijkt naar de toekomst, worden daar nieuwe ontwikkelingen al in geschetst? Een van de nieuwe ontwikkelingen die ze laten zien is dat particulieren nu groots investeren. Je ziet dat steeds meer particulieren hun eigen woning bouwen. En je ziet ook bijvoorbeeld... het particuliere museum van de verzamelaar Joop Kaldenborg. Museum Voorlinden in Wassenaar. Mm-hmm. Dat is een ontwerp van Krijvanger architecten. En ik vind dit echt een geweldige aanwinst naast de reguliere gesubsidieerde musea. Het is zijn collectie, zijn museum. Hij heeft dat gebouw gebouwd en heet ons welkom om natuurlijk tegen aankoop van een kaartje binnen te komen. Je bent er geweest toch? Ja, ik ben er geweest. Ja. En ik moet zeggen, in het begin zag ik de foto's en ik dacht... Het ziet er wel een beetje... Ik vond het een beetje steriel uitzien op het eerste gezicht. Wat ik noem veilig chic. Maar ik ben er geweest en ik was meteen over de streep. Het is echt heel mooi, sterk, sereen architectuur. Want het is natuurlijk wat iemand vanuit zijn passie dan presenteert. Precies. En minder vanuit een bepaalde deskundigheid. Ja, hij is... Joop Kaldenborg is zeer deskundig. Maar ik dacht, aan de buitenkant zie je die architectuur er niet zo aan af. Precies. Ja, maar als je er binnen bent, je ziet die zalen, hoe groot en ruim en goed geproportioneerd ze zijn. Hoe verwelkomend ook. Ik vind het echt heel goed gedaan. En dat zie je dus meer, die particuliere initiatieven? Je ziet ook dat van... Ik was ook heel blij dat er een belangrijk
openbaar initiatief in het jaarboek terecht is gekomen. Dat is het gebouw voor de Hoge Raad van Kaan Architecten. En daar ben ik ook geweest op de persbezichtiging. Want daar mag je natuurlijk normaal gesproken niet in. Zomaar binnenlopen bij de Hoge Raad. Dat is niet de bedoeling. En ik vond het heel goed om te zien hoe ze dat gebouw... het is voornaam, het is gezaghebbend, maar het is ook open naar de straat. De hele wand langs de straat is van hoge glaspanelen. Je kan zo naar binnen kijken. Natuurlijk zie je niks heel bijzonders. Nee. Maar het feit al dat zo'n gebouw open wordt, visueel open wordt gelegd voor het publiek, vond ik een heel sterk statement over de rol van het recht in het openbaar leven. Nou, ik wou het zeggen, zeker omdat daar vaak bediscussieerd wordt die zichtbaarheid van de rechtspraak veel groter moet zijn. Nou, is zo'n gebouw daar een voorbeeld van? Zo'n gebouw helemaal belichaamd. Heb je nog kort in een minuutje de waarde van de Nederlandse journalisten over het buitenland, in het buitenland? Want ze hebben voor het eerst gekeken naar Nederlandse architectuur in het buitenland. De auteur van dat stuk is Oliver Wainwright van The Guardian. Dat is een heel goed stuk. Ik vind hem heel goed schrijven. Hij noemt een aantal voorbeelden, zoals Rem Koolhaas, de Chinese staatstelevisie, Meccano Bibliotheek in Birmingham, waardoor Meccano nu ook de New York Public Library onder handen heeft. En zijn stelling is dat de Nederlanders in het buitenland zo goed doen omdat de cultuur in Nederland zelf zo verschraald is. Maar de redactie van het jaarboek is daar veel positiever over. Okay. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat volgend jaar heeft uitgewerkt. Ja, dus al met al, de winst, de balans opmakend, een positieve, heeft mooie, heel goed om bezinnende projecten opgeleverd. Even nadenken. Altijd en goed. Nog altijd goed. Dankjewel. En tot volgende week. Oké, okay, dankjewel. Tracy Metz was dat. Hallo, hier Hilversum. NPO Radio 1. Houdt de politie eigenlijk goed bij of een ongeval nou echt ook veroorzaakt is door het gebruik van zo'n...